Op 6 oktober werd 100 jaar na de plechtige herinwijding van de Achelse Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk een herdenkingsmis gehouden. De kerk zelf die is al verschillende eeuwen oud, maar 100 jaar terug hebben ze een grote restauratie gedaan. En toen is de bisschop hier geweest, heeft de kerk ingewijd en vandaag wordt het herdacht dat het 100 jaar geleden is dat dat gebeurd is. Naar aanleiding van de festiviteiten geven de Achelse orgelvrienden een concert waar ze hun nieuwe cd voorstellen. Wij krijgen als wij een concert geven van iedereen een heel mooie reactie dat de akoestiek van de kerk hier geweldig is. Dus ieder gastkoor dat hier komt is ook uitermate tevreden dat ze hier mogen zingen. En ze zijn altijd heel content dat ze hier hebben mogen optreden. Ja. Meer informatie over de kerk kom je te weten in het gedenkboek. Dit boek werd gemaakt door de Heemkundige Kring Achel en brengt in 5 delen alle aspecten van de geschiedenis en het rijke erfgoed van deze kerk in beeld.